Welkom op het Wereld Economisch Forum, editie 2019. Vorig jaar lag de sneeuw hier meters hoog, dat is dit jaar anders. Vorig jaar zagen we hier ook in het congrescentrum de clash tussen twee wereldbeelden. Enerzijds de muren van Donald Trump die hier kwam een toespraak houden. Anderzijds de internationale bruggen van onder meer de Franse president Emmanuel Macron, die hier ook was. Dit jaar dient zich aan als een jaar met meer politieke onrust. Zowel Trump als Macron zijn hier niet, omdat ze in eigen land de handen vol hebben met enerzijds de shutdown en de Mexicaanse muur en anderzijds het protest van de Gilets jaunes. Toch zal je die clash van de twee wereldvisies hier zien en voelen. De Braziliaanse president Bolsonaro komt, ook bijgenaamd de Trump van de tropen. De premier van Italië komt, leider van een regering die de Europese afspraken rond migratie en begroting uitdaagt. En bij de kant van de internationale bruggenbouwers, laten we ze zo noemen, komt Angela Merkel opnieuw. Misschien een laatste keer, want ze is aan haar laatste termijn als Duits bondskanselier bezig. Dit alles zal zich afspelen tegen een achtergrond van een vertragende economie, een wereldeconomie die voorbij haar piek is en zeer volatiele beurzen. Dus dat allemaal voor de week die komt. Wij zijn hier ter plekke alvast, wij volgen het voor u op en u leest alles over het Wereldeconomisch Forum de komende week op tijd.be.